Gisteren was een heel mooie dag en we hebben de verkenning gedaan in het droog weer. Dat zal een beetje een extra handicap zijn, omdat we nu echt niet weten waar het water komt en waar de aquaplanning eventueel zo is. Dus het zal echt aftasten zijn. In het begin rustig aan. We hebben goede regenbanden, dus dat is al een voordeel dat we de eerste keer mee rijden. Maar ja, wat verwachten we? Ik weet het niet. Ik ga het u weten zeggen dat de eerste boekel laat gaan geven. En, hopelijk het zal het belangrijk zijn op de weg blijven. En ja, we proberen van niet te traag te gaan en we toch een beetje een deftig resultaat hebben. Maar de dag is lang. En, in die omstandigheden had een extra lange dag worden. Waar we goed vertrokken, maar kilometer 4-5 begon de vooruit aan te dampen. De vooruitverwarming was stuk. De P2 en 3 was echt helemaal aangedampt. Het was heel moeilijk voor het rijden. Ik heb dan echt van het gas geweest, want het was te gevaarlijk. We verliezen wel wat tijd en ja, oké, het was niet leuk. Maar dan vanaf de tweede boekel zijn we redelijk vol gas tegenaan gegaan. En, het ging goed, de banden waren goed. Het was ondanks dat het slecht weer was, was het echt wel goed. Het was heel erg vrij goed. En, we hebben nog geen enkele fout gemaakt. We hebben één lekke bad gehad, maar dat was redelijk op het einde van de proef. Dus de proef is allemaal goed verlopen. We hebben eigenlijk nog geen problemen gehad aan de wagen. We hebben zelf nog geen fout gemaakt. En nu komen er nog drie lastige proeven aan in het donker. Dus niet gemakkelijk.